De belang natuurlijk vooral voor de ploeg van Hans van der Haar. Liende voorafgaat aan de laatste speelronde, maar één plek boven de streep. Dus moet er gewonnen worden bij Achilles. En de voorsprong is het. Dit is wel al in de tweede helft. In de eerste helft gebeurde niet zo gek veel, maar via Lukili is het wel 1-0 voor Liende. Bij Achilles dat natuurlijk een rampseizoen kent. En al zo lang geregradeerd is de vrije trap van de Meirakker. Zelf al goed voor 22 treffers. En het is niet het mooiste van Lukili, maar hij frommelt er maar in. En dan is het in ieder geval 1-0 voor Liende. En dan laat Achilles even zien waarom ze ook alweer zo kansloos onderaan staan. Omdat niet alles even goed gaat. Aanvoerder Edge in de fout. De doelman omspeelt. Edge kiest ook niet voor een positie. En dan is het 0-2 via invaller Bellassan. Rustig gebleven. Maar wat een enorme fout van Jesse Edge. Kan ook niet worden hersteld door Flores. Dan Edge blijkbaar de voorzet eruit halen. Maar ziet tot zijn verbazing dat die bal er gewoon in gaat. 0-2 en in de slotfase kan Linden nog rustig weglopen. Eindigt het seizoen voor Achilles dus in mineur. Maar ja, het is een seizoen in mineur geweest, dus dat past er eigenlijk wel bij. En speelt Linden zich op de laatste speeldag veilig. Het is weer Lukini die scoort. En met 0-3 is Linden in ieder geval verzekerd van nog een jaar tweede divisie voetbal. Op basis van een prima tweede helft bij Achilles. Hans van der Haar, hij zegt. Nogmaals, hartelijk dank en tot de volgende.